De zachte krachten zullen zeker winnen in het eind. Dit hoor ik als een innig fluisteren in mij. Zo het zweeg, zou alle licht verduisteren, alle warmte zou verstarren van binnen. Bekende dichtregels van Henriette Roland Holst, dichteres en socialiste. En heel veel dank aan u om hier een bijdrage te mogen leveren aan dit prachtige programma van de Ecclesia, verdraagzaamheid en vrijheid. Zoals zo net al gezegd werd, heb ik in deze prachtige stad gestudeerd. Spaans en Portugees en literatuur van Zuid-Amerika en Portugal en Brazilië. Ik leerde het Portugees van Brazilië. En een regel die heel vaak bij mij opkomt in deze dagen is van de Spaanse cultuurfilosoof, schrijver en journalist José Ortega y Gasset, die onder meer De Opstand der Horde schreef. En die zei: we weten niet wat ons overkomt. En dat is precies wat ons overkomt. We weten niet wat ons overkomt. Dat heeft betrekking op ons. Wat begon met een verwoestend virus dat we nu hopelijk te boven aan het komen zijn. Ik zeg hopelijk, want zeker weten doen we dat nog allerminst. Maar hoe dan ook, dat verwoestend virus, COVID, heeft onze levens en zekerheden behoorlijk overhoop gegooid. COVID heeft ons vooral ook haarscherp laten zien waar de fouten en zelfs gapende gaten zitten in het weefsel van onze menselijke samenlevingen. De vele ongelijkheden waar we zo graag de ogen voor gesloten hielden, zijn onder een vergrootglas geplaatst door COVID. Ongelijkheid. Ongelijkheid in toegang tot zorg. Ongelijkheid tussen mannen en vrouwen. Ongelijkheid in mogelijkheden voor onderwijs. Ongelijkheid in de mate van huiselijk geweld, etc., etc. En we zijn hier nog niet van bekomen wat COVID met ons gedaan heeft en nog steeds doet door long-COVID. Of we zitten in een situatie die ons tot voor kort we ons niet konden voorstellen. Poetin, die een bloedige oorlog begint tegen de burgers van Oekraïne. Een oorlog op ons continent, met verstrekkende gevolgen voor de hele wereld. Afhankelijkheden van landen en continenten waar we soms ook liever hier in Europa en Nederland de ogen voor gesloten hielden, liggen onder een vergrootglas. We houden onze adem in. We weten niet wat ons overkomt. We hadden niet gedacht dat dit weer zou kunnen gebeuren. Want hadden we in 1945 niet gezegd, nooit meer. Nooit meer een wereldoorlog. En hadden we daarom niet de Verenigde Naties opgericht. En hadden we daarom niet de universele verklaring voor de rechten van de mens opgesteld. Hoe heeft dit dan toch zo ver kunnen komen? We zitten allemaal met deze vraag. Maar als voorzitter van de Nederlandse UNESCO-commissie wil ik wel een poging wagen om een antwoord te geven op deze vragen. Want toen in 1945 de Verenigde Naties werd opgericht, zeiden de wereldleiders die toen om de tafel zaten dat om wereldvrede te handhaven er drie pijlers nodig zijn. De eerste was dat rijkdom eerlijker verdeeld moest worden. En in de afgelopen 77 jaar hebben we wat dat betreft heel goede en ook concrete stappen gezet. We zijn er nog lang niet natuurlijk met de eerlijke verdeling van de rijkdom, maar we hebben een Wereldbank, we hebben een Internationaal Monetair Fonds in het leven geroepen, er zijn verschillende regionale ontwikkelingsbanken. De tweede pijler was: er moest een internationale rechtsorde komen. Want misdaden tegen de menselijkheid mochten niet onbestraft blijven.
En dat konden we niet overlaten aan de nationale hoven, maar er moesten internationale hoven komen. En ook dat hebben we goed gedaan. In Den Haag, de wereldhoofdstad van internationale rechtvaardigheid, zijn in de afgelopen 77 jaar gezaghebbende internationale hoven gevestigd. En de derde pijler, die men toen benoemd heeft als voorwaarde voor het handhaven van wereldvrede, is de pijler van het benadrukken en versterken en bevorderen van alles wat mensen in hun mens zijn met elkaar verbindt, ongeacht waar ze wonen. Wetenschap, onderwijs, communicatie, kunst, cultuur, erfgoed. Dat zijn zaken die mensen met elkaar verbinden. En om die pijler van de grond te krijgen, is indertijd UNESCO opgericht. The United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization. Ons motto is vrede creëren in de hoofden van mensen. En zo net zongen we ook, en het sprak me bijzonder aan, doof de hel in ons hoofd. Want in ons hoofd beginnen gedachten voor oorlog en evenzeer beginnen in ons hoofd gedachten van vrede. Het is de missie van UNESCO die gedachten van vrede te bevorderen. Met de woorden van de grondwet van UNESCO: Since wars begin in the minds of man, it is in the minds of man that defenses of peace must be constructed. Gedachten van vrede creëren in de hoofden van mensen. En verder staat er in die grondwet: That ignorance of each other's ways and lives has been a common cause throughout the history of mankind, of that suspicion and mistrust between the peoples of the world through which their differences have all too often broken into war. Oftewel, kort gezegd, we kennen elkaar niet. En we hebben steeds minder de wens elkaar te leren kennen. En omdat we elkaar niet kennen, wantrouwen we elkaar. En daardoor kan oorlog ontstaan. Toen ik volksvertegenwoordiger was namens het CDA in de Tweede Kamer, of daarvoor nog algemeen secretaris van de Vereniging van Migrantenkerken SKIN, Samenkerk in Nederland, waren er ook verschillende groepen, eilanden, zuilen in onze samenleving. Maar er was wel altijd de wens één samenleving te zijn, hier in Nederland. En die wens is verdwenen. Dat viel ons echt op toen Tjeerd en ik, na 5 jaar in Hongkong gewoond en gewerkt te hebben, een paar jaar geleden weer terugkeerden naar Nederland. De desinteresse en het gebrek in nieuwsgierigheid naar de ander. In 2019 werd ik uitgenodigd de jaarlijkse Anton de Kom-lezing te houden. En die ging onder meer hierover. Inderdaad, er is daar op grond van die lezing, er waren 2 uitgevers die het wilden uitgeven, is een boekje verschenen, uitwerking van die lezing. En die heet Hoe wij hier ook samenkwamen. En ik had wat exemplaren mee willen nemen om u die tegen een gereduceerd tarief aan te bieden, maar in de haast vanochtend ben ik het vergeten. Maar goed, that ignorance of each other's ways and lives. We kunnen deze woorden 1 op 1 toepassen op de oorlog nu in Oekraïne, op alle conflicten die er wereldwijd zijn en op alles wat er sinds die oorlog in een snel tempo gebeurt. We moeten dus helaas concluderen dat we het weliswaar goed gedaan hebben wat betreft die eerste 2 pijlers die men aanduidde in 1945, maar veel minder goed op de derde pijler. De pijler die uiteindelijk staat voor de zachte krachten. En het is de hoogste tijd die voluit te versterken.
Ik vind het dan ook prachtig dat u in deze kerk de komende tijd zich gaat verdiepen in wat kunst kan doen. Vaak onderschat als bron van verbinding. De wereld om ons heen lijkt in te storten. Systemen en instituties leveren niet wat ze ons beloven. Integendeel, we weten niet wat ons overkomt. En dat is wat ons overkomt. En we realiseren ons daarbij ook dat we lichtvaardig zijn omgegaan met onze vrijheid en onze democratie. Want voor mij is duidelijk, vrijheid, werkelijke vrijheid, is het best geborgd in een democratisch bestel. We zijn lichtvaardig omgegaan met onze vrijheid en democratie, omdat we ervan uitgegaan zijn dat democratie, zeker hier in Europa, vanzelfsprekend is. En nu realiseren we het ons. Dat is het niet. Zeker niet als we ons afvragen wat er de komende tijd op geopolitiek terrein gaat gebeuren. India, de grootste democratie ter wereld, onthoudt zich vaak van stemmingen bij de Verenigde Naties als het gaat om het veroordelen van Rusland. En wat zal de rol van China zijn? Wat hebben Poetin en Xi Jinping 2 dagen geleden in Oezbekistan besproken? Ik noemde het voorbeeld van de grondwet van UNESCO, dat oorlog, zoals in Oekraïne, ontstaat omdat we elkaar niet kennen. Gevolg daarvan is ook dat onze samenleving steeds meer een verbrokkelde samenleving wordt, waar mensen met de rug naar elkaar toestaan en steeds meer vanuit hun eigen bubbel leven, in hun eigen werkelijkheid zich terugtrekken, hun WhatsApp, WeChat, TikTok of Messengergroepen, met allemaal gelijkgestemden. Mensen die elkaar bevestigen in hun eigen gelijk, hun eigen wereld en mensbeeld en hun eigen superioriteit ten opzichte van anderen. Dit alles heeft uiteindelijk te maken met een gebrek aan vertrouwen. Er is geen vertrouwen meer onderling tussen mensen. En er is geen vertrouwen meer in onze leiders. De grote vraag is, hoe doorbreek je dit gebrek aan vertrouwen? Hoe krijgen we de menselijkheid terug die begint met oprechte interesse en nieuwsgierigheid in wie de ander is? Als ik het antwoord op die vraag had, ik heb het niet. Maar ik heb er wel veel over nagedacht en een paar van die gedachten wil ik vandaag hier in deze mooie kerk graag met u delen. Mijn gedachten betreffen allereerst de politiek. Wat mij betreft is de politiek de afgelopen decennia de verkeerde kant op gegaan. Het is mijn overtuiging dat het politieke in essentie gaat om het verbinden. Verbinden van mensen met elkaar en verbinden van mensen met de planeet. En dat klinkt voor sommigen heel geitenwolle sokkenachtige vaagheid, maar volgens mij is dat uiteindelijk de kern van politiek. En zeker ook van het parlementaire werk, zoals ik dat indertijd heb opgevat. Het gaat daar immers om parlare, daarom heet het parlement parlare. Het gaat om spreken, om redeneren, om het zorgvuldig kiezen van je woorden, om argumenteren met respect voor elkaar. Hannah Arendt, de Duits-Joodse filosoof en politiek denker, zegt het mooi. In de politiek, in het parlement, gaat het om het aan het licht brengen van, van de waarheidsgehalte in iedere opinie. Kijk, dat staat natuurlijk lijnrecht tegenover dat waar populistische bewegingen voor staan. Omdat zij menen sowieso de waarheid altijd in pacht te hebben en zij alle andere meningen sowieso niet serieus nemen. Harde taal. Elkaar flink de waarheid zeggen
en kreten zoals nu doorpakken staan voor een dergelijke politieke cultuur die weinig met verbinden en je kwetsbaar durven opstellen te maken heeft. De vraag is wat deze tijd, waarin we voor zoveel uitdagingen staan, nationaal, op EU-niveau, internationaal, van politici vraagt. Wat mij betreft hebben we nu politici nodig die niet uit zijn op doorpakken. Niet tot het reduceren van mensen tot economische wezens, tot consumenten. Politici die niet denken in termen van winst en verlies. Nee, politiek moet gericht zijn op de zachte krachten. De krachten die verbinden. Want het zijn ook die krachten die een antwoord kunnen bieden op het groeiend wantrouwen jegens een overheid die moeite heeft overtuigend beleid te formuleren. Dat wantrouwen wordt natuurlijk gevoed door affaires zoals de toeslagenaffaire en complottheorieën over vaccinatie en andere zaken. En ondertussen krijgt ook de digitalisering steeds meer grip op onze samenleving, met alle gevolgen van dien en zonder dat de zeggenschap daarover politiek is ingebed. We hebben zachte krachten nodig in de politiek en dat, zusters en broeders, is niet hetzelfde als soft zijn. Integendeel, het gaat om het overtuigd, eigentijds en authentiek uitdragen van de eigen politieke boodschap. Als er nu niet gekozen wordt voor waardegedreven politiek, zal de verbrokkeling van het politieke veld doorzetten, wat onvermijdelijk leidt tot ondermijning van democratische instituties in ons representatieve democratische bestel. Een tweede onderwerp waar ik over heb zitten denken zijn de media. We kennen allemaal de trias politica van Montesquieu, de drie machten in de democratie die staan voor onafhankelijk bestuur op grond van checks en balances. De uitvoerende macht, de wetgevende macht en de rechterlijke macht. Maar er is een vierde macht die minstens even grote invloed heeft. En dat is de macht van de media. Media bepalen wat wij, die kranten lezen, radio luisteren, televisie kijken, op Twitter en Facebook zitten, horen wat er in de wereld gebeurt. En horen hoe we daarover moeten denken en wat we daarvan zouden moeten of kunnen vinden. Media dus spelen een grote rol in onze vrije samenleving, waar ook nog steeds hier in Nederland de media vrij zijn. Ook al is dat de afgelopen jaren wat minder geworden, media hebben hier in Nederland een enorme verantwoordelijkheid door de vrijheid van meningsuiting die hier nog steeds is. En dat betekent als media niet met de hype van de dag meegaan, maar kwaliteitsjournalistiek leveren, betrouwbaar werk. Een derde belangrijk punt waar ik over heb lopen denken en over praten met Tjeerd is de noodzaak van diversiteit. Op grond van de ervaringen van Tjeerd en mij wonen en werken op verschillende plekken en in verschillende contexten in de wereld, is het voor ons duidelijk dat om de uitdagingen waar we als samenleving en wereldgemeenschap voor staan, om die van een passend antwoord te voorzien, we diversiteit nodig hebben. Of het nu gaat om het creëren van rechtvaardige samenlevingen, of het nu gaat om uitdagingen op gebied van duurzaamheid, klimaat, migratie. Deze uitdagingen zijn niet vanuit één manier van denken aan te pakken. Zoals bijvoorbeeld de manier van de zeven vinkjes, om met Joris Luijendijk te spreken. Want hoewel men het vaak niet onder ogen wil komen, is het voor mij glashelder dat doorgaan op de oude weg business as usual niet meer kan. Dat hebben de gevolgen van COVID wereldwijd en die afschuwelijke oorlog die nu raast wel duidelijk gemaakt.
In zijn onlangs verschenen, zeer lezenswaardige boek Waakzaam Burgerschap stelt Ernst Hirsch-Ballien, ook iets goeds wat uit het CDA is voortgekomen trouwens. We hebben er al twee. Stelt Ernst Hirsch-Ballien dat in een samenleving die allang niet meer demografisch gesloten en cultureel homogeen genoemd kan worden, het ook gaat om het gemis van een gezamenlijke ervaring van geschiedenis en levensperspectieven. En dat dat niet kan worden gerepareerd door gedwongen assimilatie van minderheden, maar evenmin door een nationalisme dat slechts voor een deel van de bevolkingsgroepen relevante geschiedenissen idealiseert. Om onze democratie te versterken is het van belang op geschikte momenten, zoals herdenkingen, en op geschikte plekken, zoals in musea, ruimte te maken voor een verscheidenheid van historische en persoonlijke ervaringen. En wat dat betreft is de wandeling die u volgende week hier in Leiden gaat maken, langs datgene wat herinnert aan de rol van Leiden ten tijde van de slavernij, een prachtig begin. Als dat soort gedeelde ervaringen een platform krijgen en met anderen gedeeld kunnen worden, kunnen ze richting wijzen naar een werkelijk gezamenlijke toekomst van ons hier in Nederland. En verder ben ik er in mijn gedachtegang van overtuigd geraakt dat wij zelf een enorm belangrijke rol te spelen hebben als het gaat om het beantwoorden van de vraag: hoe krijgen we weer nieuwsgierigheid en interesse in de ander terug? Vandaag is het hier in deze kerk de laatste dag van een reeks dagen over verdraagzaamheid en vrijheid. Vandaag is het ook Vredeszondag. Zonder verdraagzaamheid kan er geen vrede zijn. Zusters en broeders, we willen graag verdraagzaam zijn, maar soms is dat ook gemakkelijker gezegd dan gedaan. Zeker in deze tijden van toenemende armoede ook in eigen land, van grote onzekerheden. Velen raken in de put. Ik zie en ervaar het in mijn directe omgeving. Wat overkomt ons? Mijn oproep is juist niet in de put te raken. Juist nu. Juist nu we ons bewust geworden zijn opnieuw van onze kwetsbaarheid en onze afhankelijkheid van andere continenten en andere landen, juist nu zijn we geroepen om bewust die zachte krachten, dat wat mensen verbindt, te benadrukken. Want juist deze tijd laat ons toch vooral zien hoezeer we elkaar nodig hebben. Zoals u zo net ook hoorde, ben ik in Suriname geboren en getogen. En mij wordt vaak gevraagd hoe het toch komt dat in Suriname diversiteit zo vanzelfsprekend is. Het is immers het enige land ter wereld waar een synagoge en een moskee pal naast elkaar op één terrein staan. En waar die bezoekers van de synagoge en de moskee ook nog gebroederlijk en gezusterlijk met elkaar optrekken als dat zo uitkomt. En bovendien, ik geloof binnen 10 meter afstand, is er ook een hindoetempel en een kerk te vinden. Dat men daar gebroederlijk en gezusterlijk met elkaar omgaat, hoewel er natuurlijk ook spanningen zijn, laten we realistisch zijn, maar toch. Dat men gebroederlijk en gezusterlijk met elkaar omgaat, komt omdat men in Suriname wist dat men elkaar nodig heeft. Toen de plantage-eigenaren teruggegaan waren naar Europa, nadat ze rijk geworden waren van het werk dat tot slaafgemaakte uit Afrika en contractarbeiders uit India, Indonesië en China onder andere op hun plantages verricht hadden,
toen er geen winst meer te behalen viel en ze vertrokken waren, bleven de bewoners van Suriname, waar en hoe ze daar ook samen gekomen waren, achter. Men keek elkaar aan en men wist: willen we verder komen, dan zullen we dat samen moeten doen. We hebben elkaar nodig. En dat besef, het besef dat we elkaar nodig hebben, heeft hier, in dit land, in dit deel van de wereld, zo lang ontbroken. We dachten dat we alles naar eigen hand konden zetten, maar we weten nu beter. COVID en de huidige ontwikkelingen maken dat we er echt de ogen niet meer voor kunnen sluiten. Dat ook wij in ons rijke en overvloedige land kwetsbaar zijn. Dat we anderen nodig hebben. Mensen dichtbij, maar ook mensen ver weg. Dit noopt ons tot tolerantie, tot verdraagzaamheid. Dit besef, de ander oprecht te willen leren kennen, maakt dat ieder van ons op de eigen plek waar we wonen en leven, op de eigen manier, dat we ieder de zachte krachten terug kunnen brengen. Die krachten die gezamenlijk een machtig tegengeluid zijn tegen wantrouwen, onzekerheid en angst. Niet voor niets houdt Henriette Roland Holst ons dit zo stellig voor. De zachte krachten zullen zeker winnen. In het eind, dit hoor ik als een innig fluisteren in mij. Zo het zweeg, zou alle licht verduisteren. Alle warmte zou verstarren van binnen. De machten die de liefde nog omkluisteren, zal zij allengs voortschrijdend overwinnen. Dan kan die grootste zaligheid beginnen. Ik wens u en ons allen dit stellige vertrouwen in de zachte krachten toe en de moed die daarbij nodig is. Onze wereld, onze planeet en deze tijden vragen het van ons. Dank u wel.